In het weekend van 5 en 6 september wordt het evenement Scheid aan de Grens georganiseerd. Wilbert Jeuken, waarom is het volgens u zo belangrijk om deze grenzen achter ons te laten? Ik zal eerst even de oorsprong vertellen van dit evenement. Dit is de Brabantse kant hier, een paar honderd meter verderop is de Limburgse kant, Venraai. Dit is oude gemeente Vierlingsbeek, Boksmeer. En we bemerkten met een paar mensen oorspronkelijk uit Venraai van dat er weinig samenwerking is op het gebied van cultuur, recreatie, kunst enzovoorts. Iedereen werkt maar voor zichzelf en wisselt niet uit. En daar verbonden wij aan van dat de grens verbindt. Verbindt twee provincies of twee plaatsen aan elkaar, maar ze scheidt die plaatsen ook. En toen bedachten wij van, daar hebben we scheid aan de grens. We gaan proberen om mensen die bezig zijn op het gebied van kunst, cultuur, muziek, culinair, om te kijken of we daar een verbinding in kunnen vinden. En dat kunnen uitzetten in een route van pak een beet 30 kilometer hier, precies op dit grensgebied. 5-6 podia enzovoorts. En daar gaan we proberen die grens op te heffen, want het zijn mensen uit zowel de Brabantse kant als de Limburgse kant. Want wat is er tijdens dit evenement allemaal te zien? Nou, dat is een enorme hoeveelheid. Uiteindelijk zijn er toch door de tijd heen van dat we ermee bezig zijn, zijn er een honderdtal initiatieven zijn er ontstaan op die gebieden van kunst, cultuur, muziek, culinair enzovoort. En op een 5-6-tal podia, te beginnen in de Meulenwei in Gijsteren, bij Studio De Haam. Prachtig plekje waar veel Limburgers en Brabanders die in Gijsteren fietsen, zullen dit gaan ontdekken, hoop ik. Het is een prachtige plek. In Maasheesch is bij de troon, die daar gemaakt is door een werkgroep uit Maasheesch, is het een en ander te zien. Onderweg is het een en ander te zien. Hier, Hoeve de Knol, is een podium. In Overloon hebben we 2-3 podia. En dan, omdat Venraai erbij betrokken is, hebben we op het Sint-Anna-park, moet ik zeggen. Het Sint-Anna-park is overdag is daar een programma. En 's avonds is er in de voormalige kapel van het Sint-Anna is een feest. Borderline hebben ze het genoemd. En dat is een vrij uniek gegeven. We hebben het genoemd het Paradiso van Venraai voor één nacht. Wat daarbij heel belangrijk is, is van dat jongeren daarbij betrokken zijn. Want het is toch heel vaak bij dit soort evenementen dat de bezoekers die daar zijn, toch meestal wat ouder zijn. Ja, en kunt u ook precies vertellen wat voor soort mensen eraan deelnemen? Ja, wat voor soort mensen nemen eraan deel? Het zijn mensen die gewoon iets kunnen op het gebied van cultuur, muziek, noem maar op. Er zijn verschillende koren die eraan meedoen. Er zijn verschillende dansgroepen die eraan meedoen. Onder andere dansgroep Dizzy uit Venraai. Die hebben een dans gemaakt geïnspireerd op een boek wat door Marit Brugman geschreven is. Die ooit anorexia gehad heeft. Daar heeft ze een boek over geschreven. En dat heeft ze samen met die dansgroep is dat uitgewerkt tot een dans. Wat daar in het Sint-Anna-park ook gebracht wordt. Daar ligt een complete dansvloer. Je zult het zien. Dat is waarschijnlijk zeer de moeite waard om het te zien in ieder geval. Koren, Ars Musica uit Venraai trekt rond met een bus naar de verschillende podia. Dus die kun je treffen op, zowel in Gijsteren als hier, als in Overloon. Individuele kunstenaars uiteraard die meedoen. Dichters uit Nederland en Vlaanderen. Dat is die hier ook de verschillende podia afgaan en daar op hun wijze hun eigen gedichten laten horen. Ja, het is echt een bijzondere grote diversiteit geworden uiteindelijk van datgene van wat er allemaal te zien is. En de eerlijkheid gebied te zeggen, ga echt 2 dagen op pad, want anders kun je het niet allemaal zien. Of kijk in op het programmaboekje, wat je ook overigens terug kunt vinden op www.scheidaandegrens.nl, waar je het meest naartoe getrokken wordt. Zondagsmiddags is er in Gijsteren bijvoorbeeld speelt Clemens van der Ven, toch een redelijk bekende bluesmuzikant uit het Nijmeegse. Nacht Reinders komt nog even een stukje met hem spelen. Dat zijn toch gevestigde muzieknamen die gewoon ook meedoen aan dit initiatief.
doodsimpel omdat ze het gewoon leuk vinden en een leuk initiatief vinden.